Ik wou dat ik nu bij je was. Misschien wel in dezelfde ruimte, of in ieder geval op hetzelfde moment. Want wat is de kracht van live? Dit is Pak je Podium TV. Hoi, ik ben Eva van Pak Je Podium en ik leer ondernemende vrouwen presenteren met verve. En vandaag wil ik het hebben over de kracht van live, want die is ongekend. En bij live dan bedoel ik natuurlijk voor een groep staan en jezelf laten zien als de expert die je bent. Maar dat kan natuurlijk tegenwoordig ook op social media. De Facebook Live, op Instagram kun je live gaan, maar doe jij dat al? Maak jij daar gebruik van? Of vind je het nog spannend? Daar ben ik heel benieuwd naar, dus laat me dat alvast even weten. Ga jij al live? Oké, wat is het voordeel ervan? Nou, laten we even beginnen bij live in een publiek. Al is het maar een vraag die je gaat stellen in een grote zaal. Of nog beter natuurlijk, misschien echt optreden als spreker op het podium. Je krijgt meteen een gigantische boost in je expertstatus. Als jij je zichtbaar maakt ten overstaan van zoveel mensen, val je sowieso op. En als je dan ook nog iets redelijk interessants te melden hebt, nou, bam, sta je meteen 3-0 voor. Maar datzelfde geldt ook voor live op social media. Je bent superveel zichtbaarder, want zeker ook bijvoorbeeld bij Facebook, als jij live gaat, die filmpjes die krijgen nog steeds een natuurlijke, slinger eraan, als het ware, dat ze gewoon door heel veel mensen bekeken worden. Wat is nog meer de kracht van live? Het is de magie. Het is het onverwachte. Want je weet nooit precies wat er gaat gebeuren. Want je hebt te maken met andere mensen die gaan reageren. Ja, dat is dus ook het spannende. Maar zie het ook als iets leuks. De zenuwen die je ervaart, kun je ook gebruiken als een kracht. Kun je die zenuwen misschien juist ombuigen en gebruiken als pepmiddel en energie. Dat je er juist extra staat. Want het is ook entertainment. Live gaan heeft ook extra power in zich. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dit ervaart. Ik heb natuurlijk ook een tip voor je. Ga er gewoon mee aan de slag. Met live gaan op social media. Ga gewoon een keer oefenen. Je kan hem namelijk ook op het standje privé zetten. Dat alleen jij live gaat. Dat jij alleen zelf dat kan zien. Maar dan ervaar je alvast even hoe dat gaat met de 3, 2, 1. En je bent in beeld. Dan weet je al in ieder geval hoe dat werkt. Dan die schrik om het hart wordt dan wat minder. En organiseer een kleine workshop, desnoods met vriendinnen thuis. En doe dan ding, ding, ding. Ik wil even wat vertellen. En juist misschien voor mensen die je kent is dat super spannend. Dus als het daar lukt, waarom dan niet ergens anders? Dus ga ermee aan de slag. Heb je hulp nodig? Ik kom met iets waar ik je zeker mee kan helpen. Dus hou me in de gaten. En voor nu wil ik alleen maar zeggen, tot de volgende Pak Je Podium TV.